Er is er een jarig, hoera, hoera. En die persoon is geen persoon, maar een game. Het is namelijk Overwatch. Yay, Overwatch is 1 jaar oud, yay. En dat wil zeggen dat er weer een speciaal evenement is. En dat is het anniversary evenement. En ja, als er een speciaal evenement is voor Overwatch, dan weet je het, je boy Tom is erbij om domme lootboxes te openen. En samen te hopen op goede shit die erin zit. En voor de mensen die meer van deze aflevering gezien hebben, ja, ik ben een enorme Zenyatta-fan. Ik ben een Zenyatta-main. Dus ik wil al die shit van Zenyatta. Hij heeft volgens mij een nieuwe dance-emote. Er zijn allerlei leuke, toffe, gekke dansjes. En daar doen we het dan ook voor. Hè? Skins zijn leuk en zo. Maar het gaat hier om die toffe dansers. Without further ado. Ik heb 15 lootboxes verzameld. Iets minder dan de vorige aflevering toen we er 25 hadden. Maakt niet uit. We gaan gewoon net zo hard hopen op goede shit. Te beginnen met nummer 1. Here we go. Oh, kijk. Oké. Oranje ertussenin zitten. En ja, dat is volgens mij... Is het... Nee, ach... Ach, wat jammer. Ah, dit is wel heel, dit is heel naar. Ik had eigenlijk gehoopt op de super toffe dans-emote van Lucio. Maar nee, we hebben zijn voiceline. Have some Lucio-O's. Have me some Lucio-O's. Lucio-O's. Dat is eigenlijk fout. Lucio-O's zou beter zijn. Anyway, maakt niet uit. Die is wel tof om te hebben, dus die komt erop. Van het speciale evenement. Helaas geen dance-emote. Maar goed, hey, we hebben er nog 14 te gaan. Dus let's go. Het kan alleen maar beter worden, zeg ik altijd. En dan krijg ik altijd dit recht in mijn gezicht. heel erg jammer dit. Ja, hier doen we het absoluut niet voor. Een player icon van het evenement. We gaan gewoon door. Fingers crossed. Oh, gaat dit de hele tijd zo door? Ja, gaan we hier de hele tijd mee beginnen? I don't know. Saaie skin voor Anna. Wel die kaarten. Dat is wel vet dat ze van elke hero hebben ze nou zo'n soort van speelkaart gemaakt. Dat is gaaf als spray, maar meh. Meh. Skins. Emotes Blizzard. Ja, kijk. Dat is beter om te zien. Ja, hey. Alsnog. Die van Lucio. Lekker smooth dansje van je boy hier. Ja, ik ben helemaal voor. Nice. Oké, we hebben een dans. We hebben een dansje erin zitten. Dat is goed. Natuurlijk equippen hem. Als main ding, ja tuurlijk. Hell yeah. Dit wordt spam als Lucio. Die ik nog best vaak speel, zo ja. Netjes. Thanks Blizzard. Thanks Jeff Kaplan. Hier zijn we blij mee. Hier zijn we minder blij mee, denk ik. Oh, zelfs een duplicate? Twee duplicates? Oh shit. Dat is niet fraai. Oké. Maar goed, we hebben er pas 5 gedaan. We hebben nog 10 te gaan. We zijn op een derde. Tij kan keren. Het tij gaat niet keren. Het is weer zo'n aflevering volgens mij. Deze is wel doof van Hanzo, though. Ik bedoel, is hij een koning? I don't know, ik zou hem meer als boer zien of zo. Maar goed, anyway. No offense, Hanzo. Door! Yes. Oké. Nee. 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 Is that all? Is that all? Ja. Ja. Ja, sorry, ja. Dit is alles. Ik equip hem wel, want exclusief, maar... heel mooi hoe Zarya daar even heel meta gaat en inhaakt op mijn geluk. Dit is alles. Het gaat ook niet meer worden. Ik heb een Lucio rol, ook al is het een fucking duplicate. Wat is het met deze crates? How unsightly. Ja, inderdaad. Heel mooi. Is dat de nieuwe patch? Dat tegenwoordig alle voicelines inhaken op wat je krijgt in de lootboxes? Holy shit. Thanks, Symmetra. Je had helemaal gelijk. How unsightly. Oké, 3 blauw. Oké. God. Oké, de Pachimari... Pachiversary is leuk. De gouden player icon van... dat is leuk om te spammen. Die gaat er zo op. Weg met de Happy Squid. Maar wederom een duplicate. En de schraalste hoeveelheden geld. Come on. Dit wordt weer zo'n seizoen dat ik weer heel veel dingen moet gaan kopen. Geen zin in. Oh, ja, toch paars. Paars is money? Oké. Superleuk dit. Wauw. Echt fantastisch. Dit gaat heerlijk. Nou. Oh, god. Ja, wrijven. Gaan we het erin wrijven, Blizzard? Jezus Christus. You seem nice. Ja, nee, Genji. Niemand seemt nice. Try me. Ik probeer Blizzard te tryen, maar Blizzard tryt mij ook. Jezus. Door. Hopelijk nog iets goeds. Het gaat niet gebeuren, jongens. Dit gaat niet gebeuren. Nee, dit...
Wat een schrale lootbox opening. Ik denk dat ik ze in tijden niet meer zo schraal heb gehad. Ach, god, oké. En door. Ah! Oh, wat? Oké. Okay. Dit is een... Oké, voor mijn Kree, een legendary skin. Maar niet van het evenement. Maar wel de Fisherman Dance. Nice. Go Hanzo. Ja, die mag er ook op. Die mag naast training. Let's do it. Ah, kick die boy dansen. Heerlijk toch? Maar was dit alweer de laatste? Oh nee, ik heb er nog twee. Oké. Ja, sure. Oké. Dit is een soort van laatste afsluiter. Geef het me, Blizzard. Doe nog even die knaller erin. Die knaller gaat niet komen. Twee dupes. Een super lelijke player icon. Thanks. En een voice line. Oops. Drop something. Nee. Niet overtuigd. Niet overtuigd. Oké, laatste lootbox. Fingers crossed voor deze shit. Het is... Het zit tot dusver niet helemaal mee. Nice. Oké, die smak geld is fijn om dingen mee te kopen. Thanks voor die pity die je daar hebt, Blizzard. Maar dit is natuurlijk wel lekker. De dance van Sombra. Ik zuig ballen met Sombra, maar dit is een van de beste dansjes. Kijk ze shuffelen, man. Holy shit. Ja, nice. Oké, dit is een prima afsluitertje. Dat kan ermee. Oh, wacht, die gaat trouwens wel als main erop. De dansjes zijn echt superleuk. Alright, hele schrale bedoeling. Maar goed, dat was het er weer. Voor de lootbox opening van het anniversary evenement van Overwatch. Nogmaals, happy B-day Overwatch. Je bent een jaar uit en tot dusver, wat hebben we mooie tijden beleefd. Ik stream de game nog steeds super vaak. Je kunt een keer langskomen. De game is trouwens nou ook goedkoper, omdat het anniversary evenement bezig is. Dus ik geloof dat hij nou voor 20 ekkies of zo op de kop te tikken is. Dus ja, mocht je Overwatch interessant vinden, check het dan nu vooral uit. En dan kun je misschien nog meespelen in een van die streams die we binnenkort doen. Dus check het verder even uit. Like de video als je het tof vond. Als je het niet tof vond, dan waarom ben je zo ver in de video gekomen? Hoe kijk je door? Geen idee. Vertel het maar alsjeblieft als je zo ver bent gekomen. Maar goed, anyway, dat was het voor deze keer. Tom out. Hopelijk heb je een fijne dag. Doei. Ik zie jullie in de comments. Of zo, denk ik. Ik weet niet. Ik zie je niet echt al.